lieve mensen, wij gaan even langs de bakker. Want wij gaan een cadeautje kopen voor mijn schoonzus. Ik heb ook al een kaartje geschreven, vandaag is mijn schoonzus jarig. En dan moet je natuurlijk wel een cadeautje hebben. En ja, ik ben nog een beetje aan het zoeken wat ik kan geven. Dus ik ga even langs de bakker fietsen. Kijken wat ze daar hebben. Misschien kunnen we daar wel een chocoladeding kopen of zoiets. We gaan wel zien wat we daar kunnen kopen. Maar in ieder geval iets leuks om te kunnen geven natuurlijk. Want dat is wel heel leuk natuurlijk. Zij verdienen natuurlijk al het beste van cadeau. Dus dat gaan we zeker en vast eens bekijken. Dus ik neem dit lekker gewoon mee. Zo, we zullen nu zo de jaren gaan. Nu zie ik dat ook precies gaan als je die vast hebt. Zo. Alsjeblieft. Kijk, hier met de pannenkoeken. Hier met de theelichtjes en zo. En dan gaan we eens eten. Zo'n ja, kleine man, ik heb nog een slisje. Ik heb nu heel veel tot een beetje. Nee. Uitzicht. Mooi, hè? Je kunt daar ook nog wandelen trouwens. Dus het is wel mooi. Op zich. Hier rijden trouwens de treinen. Over en zo. We lopen nu op zo. Ja. Het is echt zoals in de Klaas Nieuwkerk naar lopen. En dat is wel leuk eigenlijk om eens te wandelen. Je kunt er ook fietsen en zo. Veel mensen lopen hier eigenlijk vandaag. Dus het is wel mooi. Mooi rustgevend. Wel knap. Eigenlijk. Ik ga eens bekijken.
later op de week. Uitgezonderd het wandelaars op het voetpad. Op het wandelpad, ja, niet het pad. Ja, ja, dat, he, dat bedoel ik. He. Waar is het wandelpad dan? Is de mensen helemaal tussen gegaan? Uitzonder wandelpad. Ja. Dat is het wandelpad, maar je groeit er maar tussen met een buggy. Van ondergrond. Dat klein stukje. Dat is wat dat we zien, de poort. Je moet niet tussen met jouw buggy. Nee, dat zeg ik toch juist. Moet je daar ooit zijn. Je ziet hem echt aan de spoorlijn, moet je het zien. Nee, de dag komt. Naast het spoor, dus dat is wel leuk eigenlijk. Er is wel veel wind. Maar normaal heb je er geen last van de wind. Normaal geen last van de wind. Er zijn nog heel veel treinen te staan zo. Het is lekker een dubbeldekker trein. Bever in Antwerpen. Hè? Nee, volgens mij hebben we dat nog eerst waar Stijn woont. Hier nu niet. Door is Bever. Dat is de deur wel kom om Bever. En dan werd je goed, dus ik zie van een is Antwerpen. Nou, goed gehandeld. Of fietst. Bever is een goede toet. Een bakker die een schoenen toet kan maken. Dat weet ik. Vijf uur omhoog, tot 4 uur. Uit de zin meteen
En hier afgerold tot naar Ballenstrot. Allee, ik kom eerst een andere strot tegen en dan is de Ballenstrot. En als hij oranje wordt, rood wordt, allee, dan moet je wachten. Weet je dat? Jij komt er een trein af. Je moet ook niet wandelen op die spuren. Vond je het een leuke video? Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.